René, ik las dat jij een rode vermelding hebt in de Michelin-gids. Wat is een rode vermelding? Ben je uniek in je klasse, dus het is een kwalificatie met bestekjes. Normaal zijn die zwart. En een stuk of zeven, dacht ik, zaken in Limburg onder andere hebben een rode vermelding gekregen. Dus dat je uniek bent in je bloemenpraak bijvoorbeeld. Dat zien we hier terug. Ja, hier bij Florazon. Precies, je ligging, dat soort dingetjes. Dus daar waren we heel blij mee. Dat is een hele mooie vermelding. En dat het is voor het eerst mooier. Dat het je rood... Ja. Dus ik denk dat Maaije de bloemen nog mooier geschikt heeft. Ja, dus, wat goed. Ja, daar waren we blij mee. Wat ga je doen? Prachtig stuk varkensvlees, liever maken. Ja, liever. Dus het nostalgische vlees van de paters, het echt, ja, geloof ik. Het echt, ja. Dus smerig lekker. Met gewoon hele mooie herkenbare groenten. Al voorzichtig richting de lente gedacht, wat bospeentjes, wat groen asperges, ja, noem maar op. Nou. We gaan aan de slag. Dankjewel, ik kom dadelijk heel graag met de gasten bij proeven. Ja.